In de raadsvergadering is er gesproken over het businessplan voor de logistieke hotspot. Een begin. Dat klopt. Een begin en tegelijkertijd een afronding. We hebben een aantal jaren geleden al geconcludeerd dat de ligging van de regio Rivierenland heel mooi is. Als je ziet, we liggen aan de A15, aan de A2, aan de Waal, aan het Amsterdam-Rijnkanaal. Allemaal vaar- en verkeerswegen. En eigenlijk zou je met dat water wat meer moeten doen. Wat dat betreft is de regio uniek. En is er al een tijd lang nagedacht van wat zou je meer kunnen doen om vervoer over water te realiseren. En dat als onderdeel. We willen de regio Rivierenland op de kaart zetten als logistieke hotspot van Nederland. En een containerterminal is daar een onderdeel van. Een containerterminal wil zeggen dat er een plaats is ergens aan de Waal of ergens aan het Amsterdam-Rijnkanaal waar containers op schepen geladen kunnen worden. Dat hebben we al op Medel. Naar verwachting is dat over een aantal jaren te klein. Dus wordt er gezocht naar een tweede plek. Er zijn 10 plaatsen onderzocht waar mogelijk een tweede containerterminal zou kunnen komen. En daar is Biesenburg in de gemeente Neder-Betuwe uitgekomen als op dit moment de beste plek waar dat zou kunnen. Daar moeten nog allerlei onderzoeken naar worden gedaan of het ook echt de beste plek is. Want je kunt je voorstellen dat er qua logistiek, wegen ernaartoe, ondergrond, archeologie, nog allerlei onderzoeken moeten gebeuren. Maar op dit moment heeft de Raad van Tiel uitgesproken dat ze het ermee eens zijn dat de regio Rivierenland een logistieke hotspot zou moeten worden. En dat een containerterminal op dit moment bedacht in Biesenburg, dat dat daar een goed onderdeel van zou zijn. Welke kanttekeningen plaatsen GroenLinks daarbij dan? De grootste kanttekening is het feit dat die logistieke hotspot bedacht is op basis van cijfers uit 2008, het economisch hoogtij. Inmiddels weten we dat de werksituatie totaal anders is. Er is op Medel een containerterminal gekomen. Daar is nog heel veel mogelijk, ook in uitbreidingsmogelijkheden. Wij willen niet dat er nu in een trein wordt gestapt waar wij niet meer uit kunnen. En terwijl de logistieke hotspot Biesenburg nog veruit onvoldoende is uitgewerkt op effecten op mens, milieu, omgeving enzovoort. Ik wilde u eigenlijk graag meenemen naar mijn opa. Ik woon namelijk al 5 generaties terug, woont onze familie in Biesenburg. En mijn opa liep altijd heel trots met ons als kleinkinderen over de dijk. En liet ons zien hoe mooi het gebied was. En liet ons dan ook heel trots de weg zien, de spoorstraat van Echtop naar Tiel. Waarvan hij had meebepaald dat hij langs het spoor kwam. Want zo hield je het gebied mooi groen vanaf de dijk. En wij vonden het natuurlijk allemaal helemaal geweldig van opa. Nou vraag ik mij af, met alle plannen die er nu liggen voor de Biesenburg. Als u daar nu een logistieke hotspot ziet, een containerterminal. Bent u dan net zo trots als mijn opa destijds? Als we vanaf de dijk geen groen meer zien, maar allemaal gekleurde containers, zijn we dan blij? Of moeten we er meer over nadenken of het wel daar moet? Is Biesenburg wel de juiste plek? Of willen we een stuk groen naast Tiel, aan de andere kant van het kanaal, eigenlijk met z'n allen groen houden? De interne verzelfstandiging van de Agnietenhof, daar is vandaag positief op gestemd in de gemeenteraad. Klopt, we kunnen weer 4 jaar vooruit. De Schouwburg kan weer 4 jaar vooruit. 4 jaar geleden zijn we daarmee begonnen, hebben we meerjarige prestatie- en budgetafspraken gemaakt. Die zijn ook geëvalueerd, die zijn positief beoordeeld. Schouwburg heeft veel bezoekers getrokken. BIS heeft binnen de budget wat er is gepresteerd wat er vooraf voor bedacht was. En de raad heeft vanavond gezegd van daar gaan we nog eens 4 jaar mee verder. Wat houdt dat concreet in? Nou ja, we maken afspraken over een minimum aantal bezoekers, voorstellingen, opbrengst uit de horeca enzovoort. We spreken af van wat willen we nou met zo'n schouwburg? Vinden we dat belangrijk? Ja, dat vinden we belangrijk, zegt de raad. En daar hebben we dit bedrag voor over, ieder jaar de komende 4 jaar. Maar daar willen we wel die prestaties voor hebben. Slotconclusie, de Agnietenhof is belangrijk voor Tiel en de omgeving. Zeker. Grote regionale functie. Schouwburg is goed bezig. En dat moeten we, ondanks deze zware economische tijden, gewoon de komende 4 jaar weer volhouden. De intentie van beide partijen is niet primair om de wethouder pootje te lichten of een motie van afscheid in te dienen zoals in Neerijnen gedaan is. Dat is niet de stijl van de ChristenUnie en niet de stijl van GroenLinks. Het gaat ons om de inhoud. En wat wij dan opnieuw verwachten van de wethouder zijn heldere en duidelijke antwoorden op onze vragen.
Voorzitter, ik heb de brief van de fracties van de ChristenUnie en GroenLinks in goede orde ontvangen. En als ik de onderwerpen op een rijtje zet, zie staan, dan begrijp ik uw zorgen. En ik wil benadrukken dat ik uw zorgen uiterst serieus neem. Ik zet mijn schouders onder de dossiers die ik in behandeling heb. Ik zorg dat ik deze samen met het college en uw raad tot een goed einde breng. Met respect voor ieders rol en verantwoordelijkheid en in het belang van de Tielse samenleving. Ik ben niet alleen verantwoordelijk voor de goede gang van zaken, ik voel dat ook zo. U kent mij allemaal als een gevoelsmens en dat is ook altijd heel zichtbaar als ik reageer zoals ik reageer. Ik ken de urgentie van de dossiers en besef dan dat daarom de verwachtingen rond de uitwerking ervan hoog gespannen zijn. Terwijl enig realisme op zijn plaats is. Nou, allereerst kijk, als een wethouder ter discussie staat, of als zijn dossiers ter discussie staan, is het over het algemeen in een gemeenteraad. Dan kun je de discussie breed voeren en dan ligt bijvoorbeeld een motie van wantrouwen zou dan kunnen. Dat is de punten die dossiers van wethouder Vermeulen die zijn in commissievergaderingen naar voren gekomen. Waardoor het lastiger was om dat op die manier ter discussie te stellen. Wij hebben toen gemeend om die brief te schrijven, al die dossiers, al dat zwartboek neer te leggen en vervolgens dan maar eens dat de wethouder en het college, want het is ook collegiale verantwoordelijkheid binnen het college, nou, dat ze daar maar eens eventjes heel met elkaar goed van gedachten over wisselen en elkaar eens diep in de ogen kijken. De heer Van den Burg. Ja, wij hebben de brief niet mee ondertekend. Maar ik wil met iets anders beginnen. Ik wil, de zwanenzang, om het zo maar te zeggen. Ik wil, als ik het college, ik ben oppositie, laat ik het zo zeggen. Dus het college wat er zit is niet mijn college. Dus ik heb altijd aanmerkingen op u. Als u een joint met een frikandel vergelijkt, dan heb ik ook een probleem met de burgemeester. Of een objectieve of een subjectieve waarneming. Maar even terug naar waar het over gaat. En dat is de wethouder van de VVD, de heer Vermeulen. Ik wil twee hele goede dingen over hem zeggen. En dat is, er was een half jaar geleden een incident met een snoeisituatie in Capelle Averzaat. Bewoners hebben mij daarover geïnformeerd. Ik heb daar met de heer Vermeulen een heel gesprek over gehad. Er is zelfs nog een boze achterbuurman van mij bij de heer Vermeulen op visite geweest. De heer Bron die wilde niks aan, want daar was het dan uitbesteed. Die wilde niks aan die snoeimethodiek doen. En toch heeft de heer Vermeulen het na 2-3 maanden voor elkaar gekregen dat de hele straat de Kromme Steeg hartstikke blij is met de heer Vermeulen. Want het is opgelost, het probleem. Dat is één. Tweede maar. Ja, weer eentje die ik niet op kan houden. Het lijkt er nu op dat we toch het functioneren van de wethouder ter discussie gaan stellen. En dat vind ik buitengewoon onplezierig. Ja. GroenLinks heeft duidelijk aangegeven, het gaat niet om de wethouder een pootje te lichten. Ze hebben inhoudelijke vragen gesteld. Daar heeft de wethouder afdoende heeft hij daarop geantwoord. En dit wordt een oeverloos verhaal. Over personen met de persoon zelf in kwestie. En ik vind dat eigenlijk niet kies. Waar het uiteindelijk om ging, en in wezen zei dat de vragen ook die aan het eind van de brief, van de vragenbrief gesteld worden, hoe gaat de wethouder ervoor zorgen? Is de wethouder voldoende op de hoogte van zijn dossiers in zijn portefeuille? En om zijn, als derde punt de vraag de wethouder om politieke verantwoordelijkheid te nemen. U geeft daar antwoord op, duidelijk antwoord op. Maar als je nou vraagt van wat is nou die, bent u voldoende op de hoogte van die dossiers? Dat is natuurlijk iets wat met name bij dat wegenbeleid speelde. U trok dat heel kort van tevoren, trok u dat in tot ieders verbazing. En u gaf aan dat u een aantal gegevens, dat u daar niet over geïnformeerd was. Vervolgens gebeurde er dus wat in die commissie samenleving over dat onderwijs. Dat leidde dus tot deze opsomming. En wat eigenlijk nu het belangrijkste in dit hele verhaal is, en dan kom ik toch terug op wat ik net zei, er zitten een aantal dossiers in, ook openbare verlichting, dat loopt al 2,5 jaar.
En natuurlijk, mevrouw Stroet heeft gelijk. Ze zegt, ja, wij moeten zelf ook de vinger aan de pols houden. Maar ik vind ook dat u als wethouder daar de regie in moet voeren. En dat is datgene wat natuurlijk ons inziens daar toch wel aan ontbroken heeft. Hier zit een college waar wij niet voor gekozen hebben. Dus je kunt daar heel veel kritiek op hebben. Maar wij zijn van mening geweest, daar hebben wij ook gewoon goed overleg over gevoerd, om de brief niet mee in te dienen, maar op een andere manier deze kritiek naar voren te brengen. CQ, dat hoort eigenlijk in een algemene beschouwingen van wat vind je dan van dossiers, wat gaat goed, wat gaat slecht, et cetera. Om dan in feite met kritiek te komen van als je dan iets over een wethouder hebt. Maar wij hebben over meerdere wethouders hebben wij kritiek. En wij vonden het niet dat gepast om het op deze manier te doen. Omdat je dan ook mensen persoonlijk zou kunnen beschadigen. En bij ons gaat het ook over de politiek. Nou denk ik ook niet dat de intentie is van GroenLinks geweest en van de ChristenUnie om iemand te beschadigen. Maar wij vonden dat toch het risico daar te groot in was om dit op deze manier te doen. Ja, over de functie van wethouder Vermeulen, zijn functioneren, daar zijn we het wel over eens. Daar zijn wij tevreden mee. Hij heeft een paar erg lastige dossiers in zijn portefeuille zitten, die wat meer tijd vragen. Ik begrijp dat daar zorgen om zijn. Aan de andere kant is het zo dat wij het niet kies vinden om de persoonlijke aanval in een raadsvergadering te doen, waar op inhoud in de commissie al veel vaker vragen zijn gesteld. De brief van GroenLinks en de ChristenUnie aangaande het functioneren van de wethouder, wethouder Vermeulen. Standpunt van ProTiel, hoe was die of is die? Nou, het is heel helder dat wij daar niet in meegegaan zijn. Nee, dat is duidelijk, maar wel tevreden over het functioneren van de wethouder? Nou, ik denk dat het functioneren van de wethouder helemaal niet aan de orde is. Het gaat over de dossiers. Ja, wat was er dan wel aan de orde? Nou, dat verbaast mij ook een beetje. We hebben het, functioneren stond voor ons betreft, voor onze fractie niet ter discussie. In andere media werd er gesproken over wellicht het niet goed functioneren van bijvoorbeeld het ambtelijk apparaat. Is die krant waar het over gaat goed gequote? Nee, want wat bedoeld is en waar we op gewezen hebben, is namelijk het rapport wat ongeveer 1,5 jaar geleden gemaakt is over de ambtelijke organisatie. Daar is aangegeven een aantal knelpunten, verbeterpunten. Nou, en dat heeft het college heel goed ter hand genomen. En dat staat ook verwoord in een spoorboekje waar we over geïnformeerd worden hoe we de gemeentelijke organisatie opnieuw gaan inrichten. Ik heb antwoord gegeven op een aantal vragen die gesteld werden. Na afloop daarvan heeft de voorzitter van de raad heeft gevraagd van, zijn er nog vragen? En ik heb kunnen constateren dat die er niet meer waren. Dus in mijn beleving is het heel goed overgekomen. Helder, duidelijk en conform afspraak. Zo'n brief die dan binnenkomt, wat doet dat met een wethouder? Ik wil het niet alleen zien als wethouder, maar meer als college. En het zet je wel op scherp. In die zin, je denkt na over de rol die je hebt bekleed in de afgelopen periode. En er zitten leermomenten in, altijd. Zegt u daarmee dat u wellicht niet altijd even scherp bent geweest? Dat zeg ik niet. Dat zeg ik niet. Maar bijvoorbeeld de reactie die ik gegeven zou hebben in bepaalde commissies, dat men daarover een bepaald beeld kreeg, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dus dat is voor mij een leermoment. Ik zal de woorden die ik daarbij gebruik niet meer hanteren in de vervolg. Ik heb een kleindochter die heeft een vraag. En wees blij dat ik er maar één vraag heb, want ik heb er 11, dus anders zou er heel veel kunnen komen. Maar ze vraagt het volgende. 30 april wil ze graag naar de kindermarkt. Gaat dat door, 30 april? We zijn nog even aan het kijken naar het hele programma rondom Koninginnedag. Ik zeg rondom Koninginnedag. Omdat natuurlijk de inhuldiging, abdicatie inhuldiging op 30 april betekent dat er een aantal festiviteiten verplaatst zijn. Een aantal festiviteiten wel doorgaan op 30 april. Maar ook een aantal festiviteiten eerder zijn, bijvoorbeeld op 27 april. Ook een aantal festiviteiten toegevoegd zijn aan de agenda. Zoals op voorstel van het Nationaal Comité, dat is bijvoorbeeld de sportdag voor de scholen op 26 april. We zijn dat even nu in beeld aan het brengen. Dat is enigszins
ad hoc, chaotisch zou ik het niet willen noemen, want het is natuurlijk een leuke gebeurtenis. Maar het Nationaal Comité ja, verzamelt allerlei ideeën en komt van nu dan met een nieuw idee naar ons toe. En dat betekent dat het even improviseren ook is voor de drie oranje verenigingen om daarop in te spelen. Dus zodra ik daar een heldere beeld van heb, en dat is denk ik wel redelijk snel, dan zullen we het ook naar u toe communiceren. Want dan is onder andere uw vraag ook beantwoord. Maar ook wellicht andere vragen die rondom die dagen leven of rondom de vraag of u als raadslid ook ergens aanwezig wilt zijn en op welk moment dat dan gewenst zou zijn. Ja, dus daar zal ik u over informeren.